Goeiedag. Wat een prachtige dag vandaag die ook schitterend begon met wat grondmist hier en daar. Mooie zonsopkomst, wat wolkensluiers. En het was al een beetje fris met temperaturen hier en daar rond 9 graden. En overdag zomerse temperaturen, mooi weer om op het land te gaan werken. Of bijvoorbeeld om dahlia's te gaan plukken, zoals op deze foto goed is te zien. En die dahlia's die worden dan gebruikt voor een bloemencorso. Ja, een mooie zomerse dag vandaag. Morgen wordt het zelfs lokaal tropisch. Het blijft voorlopig nog eventjes warm. We zien veel bewolking boven de Noordzee en Groot-Brittannië. Maar in Nederland hebben we daar geen last van, alleen wat dunne sluierwolken. En die storing blijft voorlopig ook op afstand, omdat het hoge drukgebied krachtig genoeg blijft. Morgen dus opnieuw een stralende dag. Donderdag heel misschien een buitje in het noorden als er een zwak storingje schampt. Daarna komt er toch wel weer meer hoge druk in vloed, laten de meeste weermodellen zien. Alleen de wind gaat uit een andere richting waaien. Dat betekent dat die echte warmte wel gaat verdwijnen. Maar waarschijnlijk blijft het gewoon mooi weer met flinke zonnige perioden. Ook vanavond is dat nog het geval. Temperatuur rond 19 graden als de zon ondergaat. En dan waait er een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht kan het op sommige plaatsen wel weer onder de 10 graden worden. En dat betekent dat het echt wel wat frisser aan het worden is. Morgenochtend vroeg ook wel weer hier en daar die mooie grondnevel of die dunne mistbankjes. En dan verder een stralende dag met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. Misschien in Limburg zelfs 31 graden, is niet uitgesloten. Wind die blijft nog eventjes in die zuid-zuidoosthoek hangen of is zelfs wat meer oostelijk. Ja, en dan de dagen na, die donderdag, dan gaat de wind dus draaien. Die wordt zuidwestelijk tot westelijk. Heel misschien in het noorden dan een buitje. Verder nog steeds wel hoge temperaturen hoor, 25 tot 28 graden. Aan zee met die westenwind is het natuurlijk iets minder warme, 22 graden. En dan de vrijdag, dan gaat de wind geleidelijk aan weer verder draaien, naar het noorden uiteindelijk. En dan blijft de temperatuur nog iets achter. 21 tot 23 graden gaat het worden. En zaterdag is dat ook het geval, maar we verwachten wel weer flinke zonnige periode. En als we dan naar de zon gaan kijken, hoeveel zon er is, nou dan zien we toch wel dat tot en met het weekeinde de zon vaak volop kan schijnen. Op zaterdag misschien even een dipje, dat er wat meer bewolking aanwezig is. En volgende week laat de zon zich ook nog wel goed zien hoor. Dus het ziet er allemaal nog prima uit als je tenminste van zonnige periode houdt. Het enige wat ik u nog wel even wil laten zien, dat is de neerslagkans ook voor het zuidoosten. Er komt een storing vanuit het zuiden opzetten. Die trekt waarschijnlijk over België naar Duitsland toe. Maar mogelijk dat het zuidoosten daar vrijdag toch iets van gaat meepakken. En daarom zien we daar een wat grotere neerslagkans. Misschien in de loop van de dag daar een enkele bui. Op maandag is die buienkans ook aanwezig. De dagen erna zien we toch dat het overwegend droog weer moet blijven. En dat de zomer voorlopig nog aanwezig blijft. Nog een fijne dag.